We zijn begonnen met een presentatie van iemand van Plaza Sportiva, namelijk de directeur. En we sluiten af met de sportmanager van Plaza Sportiva, Shera Kluin. En Shera korfbalt op heel hoog niveau, op landelijk niveau. 6 weken nu even niet, omdat ze een knieblessure heeft, maar dat gaat geloof ik helemaal goed komen over 6 weken. Shera, ik wil graag de vloer aan jou geven voor deze laatste presentatie. Dank je wel. Shera Kluin. Ja, en toen? Wacht, ik help je even. Oh. Ik pak wel even dat briefje zo voor je. Ja, dank je wel. Kom je zo omhoog? Dit wordt een soort oefening in hoe klunzig ik ben in jouw helpen waarschijnlijk. Oké. Maar ik kan het altijd nog zelf, hè? Ja, fantastisch. Lekker sportief. Ja. Shera Kluin, nogmaals. Je zit. Nou, ik zou zeggen welkom in the healthiest place in Healthy City Groningen. We zijn vandaag bij Plaza Sportiva. Wij waren jullie gastheer en gastvrouw. En wij gaan wat facts vertellen over healthy aging. En dat doen wij om te beginnen met onze missie. Plaza Sportiva die zet zich in op duurzame wijze voor een gezonde en een fitte lifestyle. Voor met name stad en ommeland. Wij geven advies op een bewuste manier. Wij doen dat door persoonlijke aandacht te geven in een sfeer die heel aangenaam is. Ik ben de tekst niet kwijt hoor. Ik was me even bewust van of jullie doorhebben dat jullie leven. Dat jullie net wat adem gehaald hebben. Mijn adem hoor je ook zo. Goed, healthy aging. Het begint eigenlijk al met de conceptie. Papa en mama, leven die al gezond? Zij zorgen ervoor dat jij wellicht een gezond en gelukkig leven gaat leiden. Op dat moment al bepalend. Ze dragen zorg voor de opvoeding. Ze begeleiden. Ze hebben normen en waarden die ze meegeven. Druk, druk, druk. Op zoek naar de balans. Zie jij jezelf al zitten in de toekomst op deze manier? Zien jouw ouders je al zitten op deze manier? Lekker, liggend, ontspannend, rustig en genietend. Vooral in balans. Een uitgebalanceerd programma. Dat is wat wij bieden om dat Zwitser levengevoel van net naar voren te halen. 4 weken lang een programma waar hard in gewerkt wordt. Begin- en eindtesten gedaan worden. En waarbij je bewust wordt van hoe je op dit moment leeft. Daar zijn we toch even stil van. We praten niet, we hebben geen woorden en ook nog geen daden. 2 jaar lang duurt het. Iedereen die praat over ik wil gezonder leven, ik wil wat aan mijn lijf doen, ik wil me fitter voelen. 2 jaar voor de bewustwording om een stap te nemen naar onder andere ons. Voor deze jongen 2 jaar te laat. Praten doet hij niet. Hij communiceert via apps, via Twitter, via social media. Even een vriendje uitnodigen voor zo'n populaire LAN party op een PlayStation weet ik hoeveel x. Maar Mien, wie hem toch fantastisch. Wie zit hier lekker te genieten in de blauwe lucht. Zonnetje de bie, groen grasveldje en straks nog een lekker wandelingetje. Dat kan ons kleinkind niet zeggen met al die toeters en bellen. Van jongs af aan, luister naar je lijf. Verzorg het goed. Je hebt er maar 1 meegekregen. Wees er zuinig op. Onderhoud het. Het geeft signalen. Goede of slechte, net als de telefoon. Hap, hap, slok, slok. Oh, dat zou lekker smaken. We kennen het allemaal op de kleuterschool. Wij zeggen, stop met diëten. Begin met bewustwording en afslanken.
Sinterklaas. Wie kent hem niet? Hij is weer in het land. Wij vertellen u, 3 pepernoten is 1 suikerklontje. Je wordt er niet alleen dik van, maar ook moe en futloos. En dat kleine Chineesje heeft een diabetescoma en die hangt nu al op de bank. Wist u dat de helft van Nederland te zwaar is? 60% van onze mannen en 44% van onze vrouwen? En als we toch met percentages bezig zijn, wil ik ook eigenlijk vertellen dat 70% van wat we eten bepaald wordt hoe je eruit ziet. Bedankt, bedankt, bedankt. Goed in je vel zitten is wat anders dan ruim in je vel zitten. Ik weet niet of jullie de badmintonrecord nog zien. Voldoet deze man wel aan de bewegingsnorm? Voldoet u wel aan de bewegingsnorm? De bewegingsnorm? 5 keer per week, 30 minuten per dag en dat matig intensief. We worden ouder en we moeten ons dus langer onderhouden. Tegengas bieden aan kanker, obesitas, depressies, maar ook aan hart- en vaatziekten. Wij gaan hartstikke graag met jullie een uitdaging aan. Meld u zich aan. Heeft u hartzeer, hartepijn, liefdesverdriet of pijn om en bij het hart? Dat zijn de signalen. Welkom in de Healthy Place. In Healthy City, Groningen. Daar, waar wij ons richten op een duurzame wijze en ons inzetten op een gezonde en fitte maatschappij. In het bijzonder in stad en omland. Wij geven advies over een bewuste en gezonde leefstijl. Daarnaast doen wij dat met persoonlijke aandacht in een aangename sfeer. En wij hopen dat u dat vandaag ook gevoeld heeft. Bedankt. Sierra Klein van Plaza Sportiva, sportmanager van Plaza Sportiva. Dankjewel. Ik ga je even van het podium helpen. Ja? Ja. Dat zou fijn zijn. Ja. Ja.